ben even helemaal blij. Het is me net namelijk gelukt om een slechtval gefilmd te krijgen. En dat vind ik heel cool, want dat was me nog nooit eerder gelukt. Ik was namelijk hier in Park Lingenzee, was ik een beetje op zoek naar, vogels. En toen dacht ik op een gegeven moment, hey, er vliegt daar een valk. Ik dacht eerst dat het een torenvalk was, maar toen keek ik nog eens goed en dacht ik, nee, jij bent veel te groot voor een torenvalk. Dat klopt niet. Die torenvalk is de kleinste roofvogel die we hebben in Nederland en dit was toch duidelijk groter. Dus ik heb mijn camera erop gezet en toen was het nog een beetje ver weg, nog een beetje twijfelen. Toen iets dichterbij, nog wat dichterbij. Ja hoor, slechtvalk. Die zat heel mooi in de hoogspanningsmast. Heb ik hem mooi kunnen filmen. Toen verkaste die. Ik er weer subtiel achteraan rennen en nog een beter in beeld kunnen krijgen. Maar heel gaaf. Die slechtvalk is sowieso een mooie vogel. Dat is namelijk de snelste vogel ter wereld. In duikvlucht kan hij meer dan 300 km per uur halen. En wat hij dan doet, is als hij aan het jagen is, dan gaat hij scannen naar een prooi. En dan op een gegeven moment, als hij een prooi ziet, dan laat hij zich uit de lucht vallen. En dan maakt hij een duikvlucht, waarbij hij dus meer dan 300 km per uur kan gaan. Nou, die slechtvalk ging het ook een tijdje niet zo heel goed mee. Was met name door veel gebruik van pesticiden. En daar had hij heel erg last van. Dat kreeg hij dan weer binnen via zijn voedsel. Dus dan heb je altijd dat de dieren aan het eind van de voedselketen hebben er altijd de meeste last van. Gelukkig is dat verminderd in de loop der tijd. En zie je dat het nu ook steeds beter gaat met die slechtvalk. En dat het dus op steeds meer plekken te zien is. Leuk weetje aan de slechtvalk is overigens ook is dat hij ook veel in steden te zien is. Want hij gebruikt vaak hoge plekken om te broeden. Dus bijvoorbeeld torens, kerktorens in steden. Daar kan je ook zomaar slechtvalken aantreffen. En dan maken ze ook gewoon gebruik van de stad als jachtgebied. Dus hij doet het in Nederland steeds beter. En ik ben heel blij dat hij bij mij even voor de lens kwam. Super!